De geheel in zijn vroegere glorie herstelde oliemolen van Roderwolde in het noorden van Drenthe is kort geleden met een kleine plechtigheid weer in gebruik gesteld. De burgemeester trok de vang los, de wieken begonnen te draaien en toen werd Roderwolde herinnerd aan de tijd dat er in de naaste omgeving nog 6 molens draaiden. Bijna alles aan en in de molen is van hout gemaakt. Ook de zware koningsas en de kamraderen die de massieve molenstenen aandrijven, waaronder het lijnzaad in de maalbak of kolder, wordt geplet. In de toekomst zal de molen bij voldoende wind ook graan gaan vermalen. Het geplette lijnzaad wordt opgevangen en in een bak gestort waarin het wordt verwarmd. Hierdoor wordt later bij het persen meer olie verkregen. Na de verwarming gaat het lijnzaad in zakken voor het eigenlijke persen. De zakken gaan rechtstandig in de pers en worden door een wig platgedrukt. Ook de aandrijving hiervan geschiedt door windkracht. Er blijven tenslotte 2 producten over. In de eerste plaats natuurlijk de lijnolie, die onder meer in de verfindustrie wordt gebruikt. Als tweede product zijn er de lijnkoeken, een gewilde lekkernij in de kring van het vee. De oliemolen van Roderwolde is thans weer een sieraad van het Noord-Drentse landschap.